Bon dia, welkom bij een nieuwe week en een nieuwe vlog van de Ambassador. Ik sta weer op het mooie Brakke Putterbouw in de Ambassador, dit keer op de View. Genoemd de View omdat het mooiste uitzicht heeft van appartementen, vind ik persoonlijk. Prachtig groen ingericht ook. En ook een super mooi uitzicht op het Spaans water. Vanaf hier gaan we weer een dagje met elkaar op pad. Dus ik hoop dat jullie daar ook weer zin in hebben. En wat ik gemerkt heb is dat jullie het leuk vinden om naar het strand te gaan. Ik denk dat het komt misschien dat op sommige plekken waar jullie kijken niet zo mooi weer is als hier. Dus niet om jullie jaloers te maken, maar leek het mij leuk om wat mooie beelden uit te zenden van verschillende stranden. Op ontdekkingstocht te gaan naar een paar mooie stranden die wat verder naar Westpunt liggen. Kijken hoe mooi het daar is. Door de groene natuur die ik onlangs heb laten zien, rijden we dan richting een aantal stranden. Het mooie blauwe water. Dus ik zou zeggen, volg mij, we gaan op pad en we maken er een gezellige dag. Ik zie jullie zo. Ja, en dan zijn we beland op ons eerste strandje, onze eerste stop. Playa Lagoon op Bandabao. Een heerlijke omgeving, ingesloten door twee rotspartijen. Heerlijk rustig strandje waar je eigenlijk zo het water in kan lopen, wat ook wel handig is. Je kan er lichtbedjes krijgen. Er zijn hierboven ook restaurantfaciliteiten waar je even lekker kunt gaan lunchen. Heerlijke plek om een dag te vertoeven. Dus ik zou zeggen aanraden, echt even een keer naartoe rijden. En als je een beetje geluk hebt, zie je ook nog wat schildpadden die hier vaak even komen op de vissers af. Dus dit is echt even een aanrader van mij, Playa Lagoon. We gaan op naar het volgende strand. Ik zie jullie daar. Tot zo. Ja, en dan staan we lekker op Playa Santa Cruz op Bandabao. Heerlijke omgeving, azuurblauw water, heerlijk fijn zandstrand. Een kleine snackbar erbij waar je wat bedjes kan huren. Dan zie je ook de palapas erbij. Omringd door bergen. Heerlijk op de wind. Ja, hier kun je echt een dag vertoeven. Op zondag zijn hier ook heel veel locals te vinden die hier een dagje van maken. Dus echt een aanrader om hier even een keer te gaan kijken. Ik zou het zeker eventjes doen. En we gaan op naar het volgende strand. Ik zie jullie daar. Hoi. Ja, misschien kun je het al horen, maar ik loop dus op blote voeten lekker in de branding af te koelen van het zonnetje op Playa Jeremy. Heerlijk strandje, klein, vlakbij het vorige strand waar we waren. Je rijdt er zo naartoe en hier moet je wel even rekening houden dat er geen faciliteiten zijn dat je zelf wat dingen meeneemt. Maar het is zo lekker hier, dat moet je ook een keer gaan doen. Even de auto pakken en je pakt gewoon 2 of 3 strandjes op een dag en je hebt een heerlijke dag. Echt genieten. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie zo nog even op de Ambassador en dan tot zo. Hi. Ja, en dan zijn we weer lekker terug op Brakke Put bij de Ambassador. Ik vond het heerlijk weer een dag met jullie op pad te gaan om alles het mooiste te zien wat Curaçao te bieden heeft. Ik weet dat het lastig is om op dit moment hier naartoe te komen, omdat het met vliegen toch een beetje onmoedig wordt. Het kan wel, je kan gewoon boeken, hè? Curaçao is gewoon bereikbaar. Dus het kan wel. Je ziet het ook gelukkig steeds meer en meer gebeuren. Kom eens kijken in het echt hoe mooi het is of ik neem jullie een keer een dag mee. Voor nu zou ik willen zeggen tot volgende week, tot bij de Ambassador, tot snel. Hi. Bedankt voor het kijken. Volg ons ook op de social media. We zijn te vinden op Pinterest, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok en uiteraard YouTube. Wil je ons helpen ons kanaal te laten groeien? Like en deel dan dit bericht of abonneer je op ons kanaal. Dankjewel.